gisteren, heel lang leven de liefde. Romy zit nog vol twijfels, maar vindt Rinke te leuk om los te laten. Ik wil ook 24 uur, nee, ja. Nou, mag ik knuffelen, want het is wel echt... Even nog een hele leuke 24 uur. Maar als het aan haar vrienden ligt, gooit Romy al die twijfels direct in de vijver. Ik zit sowieso heel veel in mijn hoofd, hoor. Je zegt net dat je een lekker lichaam hebt, dan kan je dat wel lekker... Ja, inderdaad. Kan je toch lekker tegenaan. Ik zou het wel weten, hoor. Als John en Deborah over 24 uur willen verlengen, hoeft dat niet meteen ware liefde te zijn. Dat is ook wel een van de dingen dat ik slecht nee kan zeggen. Ja, dat kan ik ook niet. Echt goed nee zeggen. Zeg maar gewoon ja, ja. Oké. Okay. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Hoe bepaal jij of ik bij jou pas? Vertel. Als gewoon het hart op de juiste plek zit, dan vind ik dat al kan. Je bent geen heks, dus... Gelukkig. Top. Anders zit ik op mijn bezemsteel. Ja, ook hè. Schat het. Oké. Slaap jij vanavond liever links of rechts in bed? Vertel. Rechts. Ja. Super. Ja. Dat was de vraag, toch? Maar vind je het erg om samen te slapen? Nee, maar ik heb al gezegd, ik laat dan de dame over aan Deborah, dus. Oh ja, maar nee, ik heb als jij zegt, je wordt bang, dan zeg ik, joh. We kunnen gewoon samen slapen, hoor. Geen problemen mee. Ik ook niet. Als Romy uiteindelijk niet kiest voor Rinke, kan hij het altijd nog proberen met haar neef Dusty of beste vriendin Gabrielle. Want die zijn helemaal fan. Ja, het was leuk om te leren kennen. Ik denk ervoor. Zo stevig een knuffel, moet je nou? Ik voel hem. Ja. Het was leuk om te leren kennen. Leuk, bedankt voor jullie komst. Heel leuk. Doei, doei. Veel plezier vanavond. Dank je wel. Zeker. Doei. Doei, doei. Oh. En, hoe voel je je? Emotioneel. Ja? Ja. Maar goed, eerst maar eens in alle rust kijken of Romy zich nu wel aan hem durft te geven. En daarom maken zij zich klaar voor een romantisch diner. Door een ringetje te halen. Nou, dank je. Jij ziet er ook echt goed uit. Lekker strak verpakt. Als jij mag kiezen tussen een bad en een douche, wat kies je? Ik ben dan meer van de douche. Ja, ik ook. En als je nou een superkracht zou kunnen kiezen, welke kies je dan uit? Om andere mensen gezond te maken, weg. Oh, ik zou wel gedachten willen lezen. Of onzichtbaarheid. En als je één dag van een andere geslacht zou zijn, hè? Wat zou je dan willen doen? Ja, dat zou ik niet weten. Nou, ik zou wel willen ervaren hoe het is om staan te plassen. Ja, ik zou dat wel willen meemaken als ik één dag van een andere geslacht zou zijn. Ja. Als jij naar de wc bent, doe je met je wc-papier opvouwen of doe je prop maken voor afvegen? Opvouwen. Ben je een opvouwer? Ik ben een propper. Ja? Ja. Daar is... Ja, dat maakt niet uit. Ja. Eet smakelijk. Ja, ook lief. Perfect is die. Eigenlijk. Ik ga mijn bordje wel opeten, denk ik. Leeg eten. Ik kan niet nemen. Zou ik alvast opruimen? Doe je altijd bidden, of niet? Bidden? Ja, weet ik niet. Dank voor alles en... Roma. Ik ook niet. Smaakt goed? Aha, stop. Maar blijven, koken is goed. Onder je. Smaakt goed. Dat is gewoon keilekker. Ja, er is niks mis mee. Oh. Zie je dat ding? Of zie je deze? Wat? Ja, dat touwtje. Maar ja, dat heb je sowieso, want... Het is bloot. Nee, ik kan het echt niet. Ik kan echt niet een kus geven. Oh, nee, sorry.
voel je echt afgewezen. Sorry. Oh, wat erg. Nu heb ik het ongemakkelijk gemaakt. Ja, dat is lekker zo. Nee. Nee? Nee, dat is goed. Ik voel me zo schuldig. Als jij een waarschuwingslabel zou hebben, wat zou hierop staan? Leg uit. Ik denk dat ik dan als eerst wat me te binnen schiet is, pas op. Ja. Ja, van ik kom eraan. En jij? Wat zou jouw label zijn? Gevoelig. Gevoelig? Ja. Gevoelig manneke. Ik val alleen op het andere geslacht, waar of niet waar? Ja, ik val alleen op vrouwen, ja. Echt wel. En waarom? Ja, weet ik niet. Dat vind ik gewoon leuk. Vrouwen. Je houdt van vrouwen? Ja, toch? Ja, nou ja, ik heb wel eens een relatie gehad met een vrouw. Dat is toch goed? Ik vind, in principe val ik op de persoon. Ja. En niet per se op geslacht. Nee, maar ik... Nee, ik ben wel echt van de vrouwen. Ja. Ja. Wel? Stil. Dat valt mee. Die poging tot een kus heeft heel wat emoties losgemaakt bij Romy. Zoveel zelfs dat ze direct wil bellen met Gabrielle, de vriendin die hier nog niet zo heel lang geleden de deur uitliep en vond dat ze vooral voor Rinke moest gaan. Hey, hi. Wat is er, Lucy? Ik moest even bellen. Oh, ik ben een janker. Waarom, schat? Hij probeerde me te zoenen en ik kon het gewoon niet. Maar ja, misschien is dat dan ook wel een soort van teken of zo, schat. Misschien ook omdat ik het gewoon te snel vind of zo. Ja, dat kan ook, hè. Maar zou je ons naast elkaar zien lopen? Ja, nee, ik vind jullie wel leuk samen. Luister, grappen, echt, het lijkt alsof ik elk moment... Ik hou me sterk de hele tijd hier. Ik zie het. Maar alsof ik elk moment kan... Kan breken. Kan breken gewoon. Ja, ik zie het ook aan je. Ja, ik ga maar even weer naar mijn date. Ja, veel plezier. Doe hem de groetjes. Dank je. Doei, schat. Doei, liefie. Doei. Doei. Wat is nou echt een no-go dan bij een vrouw? Zeuren. Zeuren? Ja, dat ik op tijd thuis moet zijn. Dat lukt niet. Als ik ergens geslopen ben, dan ga ik niet naar huis. Dus je af. Houdt niet van zeuren? Nee, het eten is toch klaar. Ja, boeien. Ik heb hem toch een magnetron. Kijk, maar ik ben best wel een spring in het veld. En ik huppel van het een naar het ander. Dat je me soms niet misschien kan bijhouden, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Zie je mij maar eens bij te houden. Oh ja, is dat zo? Ja, wennen. Ja, je kan gewoon door de kamer heen dansen. Ja, nou, deze is dan gek. Ja, dus ik kan best wel gek zijn. Dat moet je weten. Ja. En zeg je dan, wat een gek, joh. Nee, dat ben je dan doen. Vullen wij niet goed of zo. Wil je het over hebben? Of niet? Ja, dat is wel een beetje awkward. Ja. Ik wil het echt over. Ja. Ik kon het gewoon even niet op dat moment. Ik weet ook niet of ik het kan. Nee. Dus, ja. Ik dacht, ik geef je een knuffel. En toen zag ik dat jij... Ja. Dat wilde en toen dacht ja, ik... Ja, wilde ik denk ik geef gewoon een kus, lekker gegeten, lekker... Ja. Bij mij kwam het ook een beetje over van... Ik ben geen puber meer of zo, weet ik denk ik. Ik dacht gewoon,
Ja, even een dankjewel voor het eten, een kleine kus of... Ja. Ik zie dan ook niet gelijk dat het een heel ding was. Het werd een heel ding gemaakt. Vond ik. Ik denk, wow, shit. Nou ja, meer omdat ik me schuldig voelde omdat ik het niet kon, zeg maar. Ja, omdat ik het niet op dat moment zo voelde. Ja. Maar het was gewoon, ik weet niet, het was gewoon ongemakkelijk of zo, ik weet niet. Kijk, ik ben hier natuurlijk wel voor de liefde en ook om jou gewoon te leren kennen. Ja. Maar ik vind niet dan per se dat ik dan al meteen iemand een kus moet geven of wat dan ook. Maar ik denk ook dat we daar gewoon ook allebei heel anders in zijn of zo, ja. Ja. Ook dat knuffelen en dat, ja. Want dat ben jij niet. Zo ben ik niet, nee. 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 Ja. Maar dat had je nog niet tegen me gezegd dat je niet zo bent. Nee. Dat heb je helemaal niet, nog nooit uitgesproken. Dan nee. Van... Wel dat ik van aanrakingen hou en zo, maar niet echt van, ja, ik weet niet. Ja. Gewoon spontaan een knuffel geven of wat dan ook. Ja, dat zit gewoon niet in mij. Nee. Oh, liefie. Oh, hou op, hoor. Het is ook gewoon bijzonder, omdat ik nog nooit... Had ik me nog niet praten, want anders ga ik echt janken. Gewoon... Oh. Moet ik een servetje weer pakken, man? Ja, als je wil, graag. Thank you. Als je make-up zoekt, zit ergens op je wang. Ja. In een gaatje. Nee, maar ook omdat ik heb nog nooit meegemaakt dat ik zoveel raakvlakken met iemand heb, weet je? Dus het is ook dat ik dan denk, ja, waarom voel ik het niet of zo? Het leven is lastig af en toe, hè? Ja. De knuffelmaten die geven of niet, of verder liever niet. Ja, dat moet je gewoon zeggen, want dat is goed. Ja, ik denk dat de knuffel wel goed is om te kijken of de ischemie vrijkomt. Dat denk ik wel, maar best knuffel geven. Okay. Vind ik niet zo erg. Maar... Kom, ik heb hem niet. Nee, dat gaan we kunnen vergeven. Oké. Okay. Nou, is het niet erg? Nee, ja, dat moet kunnen. Ja. Ja, dat was wel een snelle knuffel, maar ja, moet... 10 snelle ook langer. Ja. Krijg toch allemaal de kleren, val voor mij, part allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Had ik maar iemand om van te houden. 2 zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Ik word hem geraakt. Hoezo? Ik weet niet. Gewoon het nummer, denk ik. Ik weet niet. Ik werd even geraakt. Nu heb ik je een knuffel gegeven. Ja, ik was even... Ik voel me nog wel een beetje... Oh, meisje. Moet ik met je aan? Met mij aan? Ja, moet ik met je aan. Hoezo, wat moest je met mij aan? Heb je het er zo moeilijk mee? Ja, je hebt mijn hoofd op hol gemaakt. Ik heb je hoofd op hol gemaakt? Ja, gewoon. Wat dan? Ik weet het niet. Het is best wel heftig of zo, zo'n dag en nog een dag. Veel gevoelens. Ja. Ja, toch? Het doet wel iets. Tuurlijk. Dat doet jou ook wel. Ja, tuurlijk. Ik kan het zeggen, jij had er ook... Maar ik ben nu naar die karaoke heb ik meer even... Ja, ik was ook wel even blij dat dat... Even... Maar toch zijn mijn gedachten wel echt een flipperkast gewoon. Ja? Wil je erover praten, over die flipperkast in je hoofd? Nee. Of wil je het even voor jezelf houden? Hè? Ik weet zelf niet eens wat ik met mezelf aan moet. Maar gaat er licht en zo allemaal zelf uit? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat kan niet.
niet dicht. Ja, die lamellen. Of die, wat is het, de luxe plek? Moet je van pedaal. Ja, maar dat draait door. Dat weet ik niet dan. En er is geen gordijn daarvoor. Nou, ik weet niet hoe donker jij slaapt. Wat al die lichten aan? Ja, nee. Ja. Hé. Hey. Schaapje stellen. John en Deborah zijn allebei de moeilijkste riet. Maar makkelijk de dag met elkaar doorbrengen is niet hetzelfde als liefde. Dus het zou fijn zijn als deze ochtend meer brengt dan alleen een praktisch ontbijtje. Een beetje slapen. Een beetje, ja. Dat valt. Mm-hmm. Zal ik koffie maken even? Is goed. Ja. Ik ben hierin naar beneden. Ja. Ja, dan ken ik hem in de buiten. Nou, vanmiddag 24 uur gesprek. Dus ik heet het denken. Wel? Ik ben gewoon wel een leuk jongen. Oh, dank je. Ik heb het ook een leuke dame. Ja. Ik ben gewoon een eerlijk, spontaan vrouwke. En daar vind ik echt super. Lief. Ja, dat is niet lief. Dat is ook ben je en dat is gewoon mooi. We kunnen ervoor nog wel van leren. Wat zou jij doen als ik je nu een zoen zou geven? Vertel. Weet je wat ik zo... Nee, dat kan ik echt niet. Weet je, deze had ik gisteren moeten trekken voor. Maar als je deed. Oké. Wat viel meteen op toen je mij voor het eerst zag? Tattoos. Ja. Dat was meteen van bam. En ik zag al dat je heel gezellig was. Dacht ik, oh, die is wel gewoon gezellig. Het wordt niet ongemakkelijk of zo. Dat dacht ik wel. Ik denk dat je billen wel echt... Mijn billen? Ja, ik heb wel een dikke aka, toch? Ja, ik heb een paar keer gekeken. Heb je een paar keer gekeken? Ik ga stuk. Volgens mij heb je echt wel lekkere tieten. Nou, Ja, ik moet, nog een keer, ik moet ze nog een keer bekijken, maar... Ja, is goed. Ja, prima antwoord hoor. John heeft ook alleen maar complimenten voor Deborah en vindt verlengen eigenlijk wel een goed plan. Maar Deborah lijkt toch meer een type voor oprecht enthousiasme en een beetje passie. Of zit er volgens haar ook nog meer in? Ja, 24 uur is het erop. Klopt. Het ging echt. Het was echt leuk en het ging echt vlug. Wat vond je er leuk aan? Ja, ik vond alles wel leuk. De dingen die we gedaan hebben. Ja, en ik vind jou ook wel superleuk, ja. Eigenlijk. Ja, en gewoon, je bent gewoon net zo nuchter als ik en dat vind ik gewoon super fijn. Weet wel, mijn past niet. Maar iemand die heel over de top is, dat werkt niet. Dat ben ik ook niet. Ik ben gewoon een boerke. Ja. En jij bent gewoon echt een leuk vrouwke die ook nuchter denkt en is. Ja. Maar zijn er ook dingen die je minder leuk aan mij vond? Nee, gewoon een... ja, nogmaals, om jouw nuchterheid en hoe je denkt en hoe je doet. En, ja, ik vind het leuk. Wat dat betreft ben ik een dikke 10. Oh, dat is helemaal... dat is lief. Nee, dat is niet lief. Ja. Dat is de waarheid. Ik wil echt verlengen. Ja. Ja, jij wil erg leuk en gezellig, klopt. Maar... We hebben wel heel veel gedaan. Ja, we lachen. Ja, gezellig. Toch? De hot tub meegemaakt. En we hebben geknuffeld. Ja, dat was superleuk. Dat voelt echt goed, man. Dat voelt heel erg goed. Dat vond ik leuk. Je hebt mooie, kei mooie ogen. Dat is een kei gaaf ogen. Eigenlijk heb je alles wat ik eigenlijk zou willen. Omdat jij gewoon hartstikke goed bent en lief. Ja, maar dat ben ik ook. Alleen de gevoelens niet. Mm.
Ik voel gewoon geen romantische... of een klik of een chemie, ik weet niet hoe ze dat noemen. Tja, is dan zo. Is gewoon eerlijk. Je mag wel trots zijn op jezelf. Dank je wel. Dus? Dus? Dan gaan we het inpakken. Ja, we inpakken. Hmm. Ja. Jammer. Ja, oké. Ik heb wel een knuffel, toch? Ja, echt wel. Jawel. Ik ben een goede jongen. Echt? Ik ben een goede jongen ook. Had je dat nog nooit gegeten, hè? Nee, ik vind het goed. Ja, ik ben wel hartstikke goed. Geen meer. Nee, ja. Lekker. Jawel. Ja, wat doe jij zo? Jawel. Zullen we het meenemen? Oh, dat mag. Yes. Nee, het gaat je goed, hè? Dank je wel, hè. Je verdient echt goed. Ja, ik ga je ook. Dankjewel. Deborah miste net dat ene kleine beetje om deze match compleet te maken. Kun jij haar dat wel geven? Meld je dan snel aan, of je nou man of vrouw bent. Zij komt voor de liefde. John is blij om te weten dat er lieve, nuchtere vrouwen bestaan die hem waarderen. Nu nog eentje die hem ook nog woest aantrekkelijk vindt. Ben jij dat? Geef je dan snel op. Ik wil eerst sowieso bedanken voor deze 48 uur. Ik heb een hele leuke meid leren kennen. Zo bijzonder eng hoeveel raakvlakken we hebben. Ik ben blij dat je me geholpen hebt om wat meer open te stellen voor te ontdekken dat ik weer gevoelens kan krijgen. Ik heb denk ik 3 dingetjes waar ik tegenaan ben gelopen. Als ik nou eens kijk, toekomstplannen, leeftijd. Ik miste de aanrakingen. Jammer dat we dat niet op één lijn liggen. Echt, je mag trots zijn op wie je bent. Lieve, leuke meid, eerlijk. En ik denk dat we gewoon vriendjes blijven. Nee. Ik ga je in ieder geval nooit vergeten. Nee, ik ook niet. Nee, ik vind het heel lief geworden. Ja? Ja. Oprecht uit het hart. Ja, echt. Lang. Dus ja, jij gaat wel niet verlengen. Ja, dat ook. Ik natuurlijk wel niet... Ja. Ik vind dat het mooi geweest is zoals we het gehad hebben. Ja. Nee, ik ga ook niet verlengen. Ja, ook omdat ik het gewoon, zoals gisteren met die kus... Ja, ik voelde het gewoon niet. En ik vind wel, ja, ik wil wel gewoon heel erg naar mijn gevoel luisteren ook. En ja, ik denk dat dat ook gewoon een teken is. Ook omdat ik gewoon merk dat ik was juist uit mijn hoofd heel erg. En mijn lichaam gaf gewoon een reactie van nee. En ik denk dat het voor mij ook gewoon meer vriendschappelijk inderdaad is. Ja. Gaan we dan gewoon of onze spullen pakken en ja. Ons huis verlaten? Ons huis verlaten, ja. Eerste knuffel. Een knuffel, hè? Eerste knuffel. Een dikke, hè? Dat... Ja. Oh. Nou, leuk. Oké, ik ga... Oh, moeten we niet nog even een knuffel? Dank je wel, Lieve. Ja. Jij ook wel? Leuk. Romy. Doei, doei. Soms ontstaat er hier geen liefde, maar wel een mooie vriendschap. Romy wil deze bijzondere date een ervaring laten zijn die ze alleen met Rinke heeft meegemaakt en gunt hem de liefde net zo hard als ze hem zichzelf gunt. Ook Rinke koestert deze 48 uur, maar wil de volgende keer toch liever samen met de perfecte vrouw naar buiten lopen. Wil jij dat voor hem zijn? Meld je dan nu aan. Hey, kom erin! Simone is 25 en komt binnenkort bij ons om te kijken of wij wel de match kunnen vinden waar zij zelf al zo lang naar zoekt. Want als wij dat regelen, kan zij zich gaan focussen op het vullen van haar cover. Kleurrijk vind ik heel belangrijk. Basic is altijd goed. Ik hoop gewoon dat als hij mij ziet dat hij dan denkt van wat een leuke vrouw, wat spontaan. Dat is wat ik gewoon heel erg hoop. Simone heeft al een behoorlijk kleurrijke selectie gemaakt, maar dit vrolijke palet mist nog een leuke eyecatcher. Ja, die is top, dus de koffer kan dicht. Want zodra dat jasje er is, kan Simone op pad om de potentiële man van haar dromen te ontmoeten. Ik ben nu 1,5 jaar single. De reden dat ik nu een beetje verlang naar een man is dat ik word bijna 26. Mijn leven gaat verder. Ik heb leuk werk nu en ik zit heel goed op mijn plek. Dus daar een mooie, lieve man bij, dat past mij wel.
mijn droom met een partner. Gewoon gelukkig zijn, kindjes, een huisdier. Ja, dat een beetje. Als hij mij ziet, dan hoop ik dat hij denkt zo. Dat je allebei elkaar gelijk een beetje bevalt. Dat hoop ik. Initiatief nemen, dat vind ik echt belangrijk. Die ook gewoon hetzelfde erin staat als mij. Gewoon ook met de toekomst bezig en die dingetjes. Wel van een feestje houdt, een borreltje. Donker haar vind ik wel heel mooi. Ja, lichte ogen, een klein baardje vind ik mooi. Lang, dik, dun, maakt dat niet uit. Wat ik echt sexy vind aan een man is als een man een skinny jeans broek draagt met een polootje of een blouseje. Dat vind ik heel mooi bij een man. Wij hebben niks gezegd, dus Marvin heeft helemaal uit zichzelf die skinny jeans aangetrokken. Dat moet toch een goed teken zijn? En er is meer positief nieuws, want deze 24-jarige glazenwasser uit Arnhem is echt serieus op zoek. Heel veel meiden willen gewoon nog lang leven de lol. Maar het is gewoon puur van, ik ben echt een huismus geworden. Ik wil echt wel iets serieus. Trouwen, kinderen, huis kopen, dat zou ik heel graag willen. Wat ik zoek, dat is iemand die loyaal, lief en vertrouwelijk is. Ik wil echt een lekkere Hollandse kaaskop laten daarop houden. Goed verzorgd, goede kont, goede boobies. Zo ben ik. Hij moet me gelijk, oké, dit is het. Ik kan ook heel romantisch zijn, dat verwacht ik ook wel een beetje terug. Mij is echt belangrijk dat zij het ook wilt. Binnen. Hoi. Hallo. Zullen we me voorstellen? Hoi, Marvin. Simone. Ik heb iets van je meegebracht. Dankjewel. Hoe is het? Spannen? Ja. Nou, ik ben ook echt heel gespannen. Ik heb ook iets voor jou meegebracht. Het is een beetje, mei. Ik hou echt van een hapje en een drankje. Mm-hmm. Zo. Ik dacht dat het wel leuk. Ja. Dit is een persoonlijk item van mijn collega's. Oké. Beste onbekende, maak er een mooie tijd van met onze collega Simone. Ik weet zelf al niet wat erin zit, maar... Oh. Leuk. Zullen we even kijken? Simone is bang om gekwetst te worden. Ik vooral ook. Dus we kunnen elkaar de handen schudden. Simone zoekt vastigheid, liefde en gezelligheid. Daar ben ik ook zeker voor in. Ja. Ik denk er ook zo hetzelfde over. Ah, beter. En wat vind je zo van mezelf zo? Ja, eigenlijk niks op aan te merken verder nog. Nee? Wat voor type jongens val je eigenlijk qua uiterlijk? Ik ben zelf best wel een verzorgd iemand. Dus ik heb ook echt zo dat ik 's ochtends opsta, dat ik ook echt wel nadenk over wat ik aandoe. En dat is ook wel iets wat ik een beetje zoek, zeg maar, in een jongen, zeg maar. Het is ook echt van mijn kant, is ook goed uitzien, verzorgd. Niet dat ik bij jou thuis kom dat het een zooitje is. Daar hou ik gewoon niet van. Nou, ik woon nog bij mijn vader dan. Maar je hebt wel echt toekomstplannen om ook uit huis te gaan. Jawel, maar... Heb je kinderwensen? Ja, nee. Ja, nee? Maar waar ben je bang voor? Gewoon deze wereld. Mm-hmm. Heb jij een kinderwens? Mm-hmm. Een grote kinderwens? Ik heb wel altijd gezegd, voor mijn 30ste zou ik heel graag een kind willen. Eentje of twee ligt er net aan wat de vrouw wil. Maar sowieso, eentje zou voor mij al voldoende zijn. Morgen! Vrijgezel Ivo is terug en kan zich klaarmaken voor een hete tweede date. Holy shit! Zo, kijk uit voor die bomen, hè? Spannend of niet? Ja, maar dan ga je het er niet doen als ik slaap, hè? Dan ga ik het zo... Tot morgen!